Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties en evenementen zitten met de handen in het haar. Nou ja, daar draaien wij op. En daardoor zorgen we ervoor dat we met z'n allen zo fijn wonen in Nederland. Dus als dat niet meer gebeurt, dan hebben we denk ik wel een groot probleem, ja. En verder in het nieuws vandaag, nog veel slaapplaatsen gezocht voor vierdaagse wandelaars. En basisschool De Okkernoot weer van start met Scholidair actie. Vorige week berichten we al over tekort aan vrijwillige verkeersregelaars tijdens evenementen. Sommige evenementen zouden dreigen geen doorgang te vinden door het tekort aan personeel of vrijwillige functies. Nu blijkt dat dit probleem veel breder speelt. Vrijwilligerswerk blijkt niet erg in trek te zijn op dit moment, waardoor veel evenementen met hun handen in het haar zitten. Sinds vorig jaar en de jaren daarvoor is de wereld natuurlijk weer open. Want vorig jaar in februari werd de laatste coronalockdown opgeheven. En dus zie je dat mensen het gewoon over het algemeen drukker hebben. Dus ze werken meer, ze hebben meer vrije tijdsactiviteiten. Van feestjes met vrienden tot hobby's die weer allemaal door kunnen gaan. En wij denken dat dat dus de reden is dat mensen gewoon in hun agenda moeilijker de tijd hebben om iets voor een ander te betekenen of voor de wereld. En toch zijn die krachten hard nodig, juist om die leuke activiteiten door te laten gaan. Ook bij het lentefeest in Beuningen, dat zondagmiddag plaatsvond, zijn veel vrijwilligers werkzaam. Vrijwilligers zijn voor jullie denk ik best belangrijk, want wat kan je als vrijwilliger allemaal doen hier? Vrijwilligers kan eigenlijk alle horecawerkzaamheden die van eenvoudig tot inschenken, tot tappen, tot nogmaals aanvullen, ja, het is... We werken ook in shifts, dus wat dat betreft, je hoeft niet echt een hele dag te werken, maar alle handjes zijn welkom. Nou, de cijfers van CBS liegen er niet om. Hè. Als 38% van de Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwillig, dan kun je je voorstellen wat er gebeurt met al onze mooie activiteiten. Van Koningsdag tot de ouderen in het verzorgingscentrum om de hoek. Als die er niet meer naar buiten komen, wat er dan gebeurt met onze samenleving. Dus... Nou ja, daar draaien wij op. En daardoor zorgen we ervoor dat we met z'n allen zo fijn wonen in Nederland. Dus als dat niet meer gebeurt, dan hebben we denk ik wel een groot probleem, ja. Maar goed, we maken ons niet zorgen over dat het niet meer gebeurt. Maar het wordt wel dus lastiger om alles te continueren. Het is gewoon schrijnend om te zien als je bijvoorbeeld googelt naar hoeveel mooie vrijwilligersorganisaties en activiteiten nu niet al meer kunnen doen door een tekort. Dat is wel zorgelijk. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Wij zijn vriendinnen. Oh, okay. Zij vroeg mij, goh, wil je samen met mij? Ik zeg, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Okay. Ze hebben ook gevraagd of ze samen een klus konden krijgen. Ja. Dus we doen samen de kassa. Okay, is hartstikke gezellig. Superleuk. Ja. Ja. En wat haal je eruit dan om dit vrijwillig te doen? Gewoon de gezelligheid, vrijwilligheid, de mensen om je heen. Ja. Ja. Ook iets terug voor je eigen dorp doen, je gemeenschap. En gewoon de sfeer. Ja. Ja. Lekkere muziek erbij. De sfeer is goed. Ja. S'avonds even aanfeesten en daarna pakken we nog een biertje. Ja. Dus gewoon af te sluiten. Dus je zou iemand anders ook wel aanraden om dit ook te doen? Zeker. Je leert mensen kennen. Je leert de mensen omheen kennen. Ja. Ja, dat is gewoon, die draagt iets bij aan het evenement. Dus dat is super gewoon. En dat geeft jou een goed gevoel? Absoluut. Okay. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Over anderhalve maand wordt Nijmegen weer overspoeld door wandelaars die de Vierdaagse gaan lopen. En die moeten allemaal ergens slapen. Vierdaagse.nl bemiddelt daarin, maar er is nog wel een tekort aan bedden. Goedemorgen, welkom. Peter Hermsen biedt tijdens de Vierdaagse onderdak aan een loper. Die krijgt zijn slaapkamer. Zelfs slaapt hij die week in de logeerkamer. Ik heb de afgelopen 5 jaar iedere keer familie, vrienden of kennissen gehad die hier een week kwamen logeren. En toen las ik in de brug dat er erg veel behoefte was aan een gastbed. Toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? De wandelaars kunnen bepaalde wensen indienen. Hè. De gastgezinnen kunnen ook bepaalde wensen indienen. Van willen we 1 wandelaar, willen we 2 wandelaars, willen mensen vanuit het buitenland hebben. En die proberen we zoveel mogelijk aan elkaar te matchen. Peter legt zijn gast echt in de watten. Ik vraag wat ze graag lusten en dan kook ik het ook. Ik zorg voor een uitgebreid lunchpakket.
En ja, alle zorg, hè, om een voorbeeld te geven. Ik heb hier een bakje staan. Dat ze s'avonds met de voet even in koud water kunnen, met ijs. Er hebben zich 820 wandelaars opgegeven via vierdaagsebed.nl. En er zijn nog 140 slaapplekken nodig. Mensen als Peter, ja, die dat doet, die daar ook echt van vindt dat het gezellig is. Die ontbijt verzorgt, die diner verzorgt en zelfs een lunchpakket verzorgt. Ik kan het iedereen aanraden, want het is poepgezellig. Zometeen in het RN7 regionieuws. Lege flessen ophalen, een veiling en een sponsorloop. Kinderen van basisschool De Okkernoot in Zetten maken zich weer hard voor het project Scholidair. Zometeen zie je wat dat is. In de Hoogstraat in het centrum van Druten was maandagochtend een gaslek. De brandweer is met spoed uitgerukt. De Hoogstraat is afgesloten vanaf de Blokker tot en met de kruising van de Raadhuisstraat voor winkelbezoekers en verkeer. Een aantal panden is ontruimd. Netwerkbeheerder Liander kwam ter plaatse met een graafmachine en probeert de hoofdkraan af te sluiten. Down the Rabbit Hole heeft een vervanger gevonden voor het optreden van Stromae. De Nigeriaanse superster Bruna Boy zal de zaterdag van het festival afsluiten. Zijn muziek is een mix van afropop, dance, rap en R&B. De Belgische zanger Stromae moest onlangs zijn gehele tournee annuleren omdat hij kampt met langdurige gezondheidsklachten. Afgelopen zaterdag vond dancefestival Emporium weer plaats in Wijchen. Daar waren onder meer optredens van Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve en Oliver Heldens. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie die op enkele kaarten na was uitverkocht. Het festival stond dit jaar in het thema van Mysteries of the Sea. Volgend jaar vindt Emporium plaats op 25 mei. En een uitgebreid verslag van deze editie is zometeen na het RN7 Regio Nieuws te zien op deze zender. Of nu alvast op ons YouTube kanaal RN7 Online. Opnieuw zijn er twee teams van de Nijmeegse voetbalclub SV Orion kampioen geworden. Dat meldt de club op Facebook. Het team jongens onder 14-3 won met 3-0 van Niftrik en later die dag wonnen de meisjes onder 20-2 met 4-2 van Blauw-Wit. En Stevenskerk Nijmegen meldt op Instagram dat ze op zoek zijn naar een nieuwe hoofdbeheerder en assistentbeheerder. Hiervoor zoeken ze iemand die enthousiast, flexibel en gastvrij is. De vacature is terug te vinden op stevenskerk.nl. Leerlingen van basisschool De Okkernoot in Zetten zijn weer gestart met het project Scholidair. Met dit jaarlijkse project wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor een dorp in Gambia. Scholidair is eigenlijk een actie die hebben ze hier al heel lang op school. Ik ben hier nu net 2 jaartjes werkzaam. En daar halen ze eigenlijk geld op voor een goed doel. En meestal proberen ze daar een leuk klein goed doel, waar het geld ook daadwerkelijk echt mooi ingezet wordt. En dit jaar is dat stichting Begeeren Village. De stichting zet zich in om kinderen in Gambia te voorzien van onderwijs. De Okkernoot gaat geld inzamelen om een nieuw speeltoestel waar te maken. We hadden eerst een connectie met een ander goed doel. Dat is helaas niet doorgegaan. En toen kwam deze voorbij in onze mailbox. En het schijnt ook nog een oud-ouder van hier van school. En doet het samen met Ali Saleh. Dat is een andere collega van mij. En die kent haar. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. De kinderen gaan de komende tijd verschillende activiteiten doen om zo geld op te halen voor het speeltoestel. Deze woensdag hebben wij een flessenactie. Hebben wij eerst geflyerd door de wijk en hebben wij briefjes dus in de bus gedaan om mensen te laten weten dat wij de flessenactie komen doen en de flessen komen ophalen. Dan hebben wij volgende week woensdag nog een sponsorloop. Hebben kinderen sponsors gezocht en hebben we hier op de Lantmansweide in Zetten hele mooie stormbaan geregeld. En we hebben de 22e hebben wij een veiling in de veilinghal in Zetten. Kinderen hebben allemaal een knikker gekregen, want het gaat dit jaar om het opbouwen van een speelplein in Gambia. En daar proberen ze iets mooi mogelijks mee te ruilen. En nou, we hebben al vette dingen, we hebben al een airfryer, we hebben al AirPods. En zo gaan we die producten veilen om nog wat meer geld op te halen. Alle groepen van de school doen mee aan deze actie. Naast het geld dat ze inzamelen voor de stichting, is er ook een leerdoel gekoppeld aan deze actie. Ja, het is vooral belangrijk dat ze leren, doe iets voor een ander. Het gaat niet altijd om alleen ik. En we hebben het hier in Nederland nou eenmaal best goed als je kijkt hoe het daar in die landen gesteld is. Kijk hier naar ons prachtige speelplein buiten. Daar hebben ze daar allemaal niet. Wij zijn eigenlijk al super tevreden als wij de kinderen iets kunnen meegeven in de zin van, doe iets voor een ander.
geld zou natuurlijk super mooi zijn als we een heel groot bedrag ophalen. Alleen ja, ons doel daarin om anderen te helpen, die is eigenlijk al stiekem bereikt. Iedereen kan meehelpen met deze actie. Mochten jullie ons willen steunen, er staat buiten een flessenzak waar flessen ingeleverd kunnen worden. En verder, ja, zie je ergens iets leuks voorbij komen, deel het vooral. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer wij op kunnen halen. We komen net uit een prachtig weekend wat het weer betreft. Maar ook vandaag konden we nog even nagenieten. De temperatuur kwam uit op zo'n 24 graden en de zon was fulltime aanwezig. Ook morgen zal dit weerbeeld aanhouden. In de loop van de middag kan er wat bewolking het land binnentrekken, maar alsnog wordt het een prima 24 graden met veel zon. De rest van de week blijft dat ook zo en is er weinig tot geen verandering. In het weekend gebeurt er pas weer iets, dan kan het namelijk tropisch warm worden en ook volgende week zal dat enige tijd aanhouden. De zomer komt er nu dus echt aan. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In met daarin een verslag van het festival Emporium van afgelopen zaterdag. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!